tegen dit Serrain. Maar zij staan daar wel afgetekend tweede met 5 punten voorsprong. Dit is de opstelling. En Leconte ook natuurlijk. En dus ja, 2 wijzigingen van Wallen dus in de ploeg, Gert van Wallen. En dus is er nu deze vrije trap voor Serrain. Misschien een eerste mogelijkheid voor de thuisploeg na 8 minuten. En draait de bal op de vuisten daar van Dutoit. Stalens en zo. Komt vaak naar binnen. Oeh, ook wel stevig zwers deze keer. Ja, ze gaan moeten uitkijken bij Serrain. Faye met de diepe bal richting wie anders dan Nico Tadze. Oeh, Dutoit kwam daar heel ver uit. Oh, heerlijke goal! Fantastisch doelpunt! Van Georges Mikotadze. Oh, heerlijke krul was het. Maar toch wel ook de plunder van William Dutoit. Die daar natuurlijk niet hoefde te zijn. Nog eens kijken. Diepe bal van Faye. Dat hebben ze al een paar keren geprobeerd. En dan goed meegenomen van Mikotadze. Kijken. Ja. Fluwele traptechniek. Heeft hij. Wat doet Dutoit daar? De Witte was nog bij hem. Had daar helemaal niet moeten zijn. En dan is dit toch een doelpunt op konto van de doelman. Kijk eens, iets te makkelijk zich daar laten ringeloren. En dit is heel fraai binnengetrapt. En zo, dan mag hem ook trappen. Indraaien, de bal wordt het. En uitkijken, tot bij de verre tweede paal. Geen slechte bal hoor. Ja. En uiteindelijk had Sabahouni. Dan was dat even. Nou ja, daar is Mikotadze opnieuw. Wat zeiden we van die snelheid? Mikotadze, goede bal. En had die bal moeten komen, dan zat daar misschien wat in. Bernier ondertussen aan de andere kant. Die gaat ook eens op snelheid. Ja, het is de speed die het verschil gaat maken. Kijk maar, hier is Mikotadze nog eens een keer. En die gaat maar een metertje naast. En Serrain op zoek naar de verdubbeling. Met Swers. En de eigenlijk tweede gele kaart die er al had moeten zijn. Oef, dat is een slag in het gezicht daar. En nu de gele kaart daar voor Faye. Geprobeerd daar van Youssef Chalouk. En Blondelle gaat even doorjagen. Oeh, dat is een rode kaart. Oeh, dat is een rode kaart volgens mij. En hij krijgt maar geel. Oeh. Dit was volgens mij Kilota en Saloni opnieuw. De no-look pass, goed gedaan. Bernier in de 16, moet klaarleggen nu voor iemand. Goed gedaan, Jaloa, afgeweken bal. En de redding van Dutoit. Ja, maakt daar eigenlijk wel zijn fout min of meer goed, want die bal zagen we echt wel binnengaan. Een kattensprong van Dutoit. Nog eens kijken. Bernier. Trap. Ja, dit was buitenspel geweest, sowieso. Als die bal was binnen geweest. Dat was een knappe goal, dat zeker wel. Dat is een knappe actie van Jallo. En nu zijn ze met z'n drieën. Dit is wel goed. Mikotadze. Ja, Dutoit. Goed zijn armen tussen zijn benen gehouden. Terwijl Mikotadze daar uitschuift. En dus... hier opnieuw een fout en de gele kaart. Oh, dit was even een inschattingsfout ook. Oppassen voor de Witte dat hij niet in het veld gaat. En dan speelt de Witte de bal, oordeelt de scheidsrechter. Hier toch aan de arm getrokken. Ja, dit had je wel kunnen doen. De tackle was op de bal, dat zeker wel. Maar Tarfi dan verkeerd ingeschat, want je zag dat die bal ging botsen en door zou schuiven. Belanjoui met de voorzet. Geen slechte bal. De krik. Nee. En dan uiteindelijk Dietz die nog... Jallo. Ingestudeerd. Sabahouni. Ja. 1,5 meter naast. Na die fijne en mooie goal van Georges. Mikotadze. Die dan toch wel de matchwinnaar is. Hij was net op tijd terug. De overwinning is binnen. Het is een hele belangrijke voor Serrain.